Goedemorgen. Dat was even een hele rare binnenkomst. We kwamen binnen en het alarm ging af. En de deuren waren potdicht. Behalve eentje. En ik zat dus heel raar te kijken van, wat is dit nou en hoe komen we naar binnen? Maar wat blijkt nou te zijn? We hebben nou dagdienst. Dus wat houdt dat nou in? Dat ze pas overdag komen. Ik hoop dat dat geen gevolg heeft voor ons. Want anders komt er een tijd in de pinaakie en dat wil ik niet. Want ik vind het net zo lekker hoe alles loopt en zo. Dus nee, dank u. Ja. Dus, maar even over heel wat anders. Het is vandaag de 13e, 13 december. En wat gaat er vandaag gebeuren? Nou, niet zoveel, geloof ik. Ik heb vandaag een afspraak met Esther. Esther komt langs om de papieren te tekenen. Voor de waaier. Dat was het. Ik zat te denken. Of mijn hulken nog zou gaan. Nee. Tjonge. Dagdienst. Dus wat houdt het in dat de zon, zeg maar, als de zon op is, zullen we pas gaan beginnen. Dus dat is een beetje hot voor ons. Want wij zijn hier om 7 uur al. En zijn hun er niet. Dus dat is een beetje vervelend. Dat is gewoon een beetje vervelend. Ah, lui, dus ik weet niet wat jongens. Of lui. Moe. Dat is beter hoort. Het is niet echt zodanig koud dat het echt gevaarlijk is ofzo. Het heeft wel gevolgen. Maar het is niet erg geweest. Zo. Ja. Oh, zo koud. Wil je trouwens wel zien vrijdag? Vrijdag hebben we natuurlijk dat grote feest. Heb je er zin in? Ik wil. Heel erg zelfs. Oh, maar.
trouwens een hele mooie jurk gezien bij MS. Dan ga ik vandaag even kijken of ze hem hebben. Niet meer maakt. Hopen. Oh, laat ze hem. Aanpassen. Misschien ga ik hem ook op. Ik weet niet hoe het zit met die andere, die zwarte die ik heb. Ik wacht het gewoon af. Ik check het gewoon elke keer en dan zie ik het wel. Jongens, ik ga. Doei.